Nederland heeft sinds haar bestaan te maken gehad met vele rampen. De grote overstroming van 1287. De inval van de Duitsers in 1787. De inval van de Fransen in 1794. Nog een inval van de Duitsers in 1940. De stormvloed van 1953, om er maar een paar te noemen. Maar slechts één jaar staat bekend als het rampjaar. En dat is eigenaardig natuurlijk. Ik sta hier op het Malieveld. En het Malieveld is dé plek waar boze mensen hun mening over de overheid kunnen laten blijken. En in 1672 had men een sterke mening over de overheid. Het volk was redeloos, de regering was radeloos en het land was reddeloos. Hoe in godsnaam verdient één jaar zo'n beruchte reputatie? Hoe komen ze nou bij het rampjaar? In het jaar 1672 wordt de Republiek der Nederlanden aangevallen door zowel Engeland als Frankrijk. En ook enkele Duitse machthebbers komen meedoen. De oorlog was totaal. Alleen het jaar 1672 heeft de titel van het rampjaar verdiend, wellicht tot de dag van vandaag. Om te begrijpen hoe het rampjaar kon plaatsvinden, moeten we terugkijken in de geschiedenis. In 1648 eindigde de 80-jarige oorlog, oftewel de opstand. Spanje erkende de Nederlandse zelfstandigheid. Nederland werd in deze periode een republiek, een land zonder koning. Het was een van de enige landen dat zonder koning geregeerd werd. En het werd dan ook vaak simpelweg de republiek genoemd. Hier achter mij zie je het standbeeld van Johan van Oldenbarneveld. In 1619, nog midden in die 80-jarige oorlog, kwam hij in conflict met de toenmalige prins van Oranje. Dat was Maurits. En hij moest dat zelfs met zijn leven bekopen. In Nederland was toen de vraag, wie heeft nou de echte macht? De zogenaamde regenten, de machtige burgers van het land, of de prins van Oranje? En dat vraagstuk zou tot een hoogtepunt of dieptepunt komen tijdens het rampjaar in 1672. Achter mij zie je het Binnenhof, het regeringscentrum van Nederland. En net als tegenwoordig was in de 17e eeuw politiek ingewikkeld. Je had in Nederland twee heersende partijen. Eigenlijk enigszins vergelijkbaar met hoe het in Amerika er op dit moment aan toe gaat. Je had de prinsgezinden, die vonden dat de prins van Oranje de macht moest hebben. Het was op dat moment prins Willem III. En aan de andere kant had je de staatsgezinden. En die vonden dus dat de regenten, de burgers, rijke burgers van het land, dat die de macht moesten hebben. En die waren het niet eens met elkaar. Op het moment dat het jaar begon, waren de machthebbers de staatsgezinden, de regenten. De Republiek der Nederlanden had met handelsreizen naar het verre Indië een enorme welvaart verzameld. Het was een van de rijkste landen van Europa geworden en voer met vele handelsschepen over de wereld. De rijke handelaren lieten in deze tijd talloze schilderijen produceren die nog altijd te bewonderen zijn. De Republiek wou graag laten zien hoe rijk ze waren. Dit riep jaloezie op bij de koningen van Frankrijk en Engeland. Landen die tijdens de 80-jarige oorlog nog hadden geholpen tegen het machtige Spanje. Maar nu vonden ze de Republiek eigenlijk te rijk en te succesvol. En de politieke situatie in de rest van Europa was zeker niet minder ingewikkeld. Nederland was ongeveer als enige land in Europa een republiek, een land zonder koning. Dat maakte sommige andere koningen, zoals die van Frankrijk en Engeland, een beetje nerveus, zou je kunnen zeggen. Zouden de volken in hun landen misschien op dezelfde ideeën komen? Maar tegelijkertijd was Nederland spectaculair rijk door handelsreizen, onder andere in Indonesië. Dus sommige koningen in Europa die vonden het wel tijd om Nederland een kopje kleiner te maken, als het ware. De politieke situatie in Europa was constant aan het veranderen. Welk land met welk land bevriend was, wisselde regelmatig. De koning van Frankrijk, Lodewijk XIV, bijgenaamd de Zonnekoning, had eerder de Republiek wel eens gesteund, maar ook aangevallen. In de jaren voor 1672 werd Lodewijk en met hem Frankrijk steeds vijandiger tegenover de Republiek. En ook Engeland was meer en meer een vijand van de Republiek aan het worden.
Beide landen wilden de grootste handelsnatie ter wereld zijn en dat leverde automatisch conflict op. De Republiek had meer dan genoeg uitdagingen voor zich. Aan de macht in de jaren voor 1672 in Nederland was Johan de Witt. Zijn functie was raadspensionaris. Vergelijkbaar met een wat vreemde combinatie van minister-president, minister van Buitenlandse Zaken en minister van Financiën van tegenwoordig. Hij was duidelijk staatsgezind. Hij vond de Oranjes zelfs een gevaar voor de ware vrijheid, zoals hij het omschreef. Hij zou het liefst het land besturen zonder enige invloed van de nakomelingen van het Huis Oranje. In het prinsgezinde kamp had je Willem III, de prins van Oranje. Hij was nog jong, maar wilde desondanks graag de leiding nemen over de Nederlandse strijdkrachten. Vroeger had een Oranje dat altijd gedaan en hij kreeg daarbij de titel van stadhouder, opperbevelhebber van alle Nederlandse legers en vloten. Maar ook was hij een neef van de koning van Engeland, Charles II. En daarom dacht hij dat hij de aangewezen persoon was om de Republiek te leiden. Er was constant spanning tussen de staatsgezinde en de prinsgezinde. En elke groep had grote steun onder het volk. Zolang de staatsgezinde niet te maken kregen met grote oorlog, dachten ze de macht vast te kunnen houden en de prins van Oranje buitenspel te kunnen houden. Johan de Witt deed zijn best de Republiek, die zo verdeeld was door dat conflict tussen prinsgezinde en staatsgezinde, bij elkaar te houden. Hij had beroemde successen op zijn naam staan, zoals een grote overwinning op Engeland in het jaar 1668. Maar hij moest altijd de machtige regenten, de bestuurders, in Nederland te vriend houden, terwijl hij tegelijkertijd de Oranjes buiten de macht probeerde te houden. Er brak een complete pamflettenoorlog uit. Over en weer vlogen de hatelijke berichten. De prinsgezinden waren hier iets beter in. Zij slaagden erin een groot deel van de bevolking op te zetten tegen de raadspensionaris, tegen Johan de Witt. Tegenwoordig zouden we dit soort praktijken fake news noemen. Terwijl dit machtsspel in de Republiek gaande was, planden de koningen van Engeland en Frankrijk een oorlog tegen het veel kleinere Nederland. Ze hadden zelfs de hulp gekocht van de kleine staatjes Münster en Keulen in Duitsland, geleid door bisschoppen van de katholieke kerk. De aanval zou volgens het plan van alle kanten komen. In maart 1672 was het zover. Een Engelse vloot viel een Nederlands handelskonvooi aan dat uit het Verre Oosten terugkeerde. En daarmee was de oorlog een feit. De oorlogsverklaringen vlogen de Republiek om de oren. De Fransen lieten er geen gras over groeien. Een Frans leger viel onmiddellijk de Republiek binnen en passeerde de fortstad Maastricht. Meerdere andere steden werden belegerd en bij een grote slag aan de IJssel braken de Fransen door. Niks leek ze tegen te kunnen houden. Er brak paniek uit in de steden in Holland. Onder zware druk van het bange volk ging de Witt akkoord met de benoeming van Willem III als kapitein-generaal voor het leger. Maar dit slechts voor de duur van één veldtocht. Dit was iets wat hij eigenlijk niet wilde. Hij had de Oranjes buiten de macht willen houden, maar er werd hem geen keus gegeven. Op straat intussen werd er gevochten tussen staatsgezinden en prinsgezinden. Prinsgezinden beschuldigden Johan de Witt van verraad. Hij zou het land verkocht hebben aan de Fransen en Engelsen. De fake news campagne was effectief geweest. Een groot deel van het volk keerde zich tegen Johan de Witt. De situatie ging van kwaad tot erger op het slagveld. In Groningen viel de Duitse bisschop Berend van Galen, die de bijnaam Bomme Berend had gekregen, het land binnen en hij belegerde de steden Grol en Deventer. En op 19 juni veroverden de Fransen de fortstad Naarden. Na anderhalve maand vechten kwam het front enigszins tot stilstand. De oorlog had intussen de naam Hollandse Oorlog gekregen. In de steden van Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland bleef de bevolking in een staat van paniek. Rellen op straat kwamen vrijwel dagelijks voor. Het volk eiste de benoeming van Willem III tot stadhouder, opperbevelhebber van het leger en de vloot, maar ze eisten ook het ontslag van Johan de Witt.
Onder zware druk bood Johan de Witt ten slotte zijn ontslag aan. Met hem namen 130 andere bestuurders ontslag. Willem III, de prins van Oranje, krijgt wat hij wil. Hij wordt benoemd tot stadhouder, leider van leger en vloot. En in feite is hij de leider van het hele land geworden. Maar dit was niet het einde van de woede van het volk. Eerst werd Cornelis de Witt, de broer van Johan, vastgezet. Hij werd verdacht van het plannen van een aanslag op de prins van Oranje. Dit kon door de rechtbank zelfs na marteling niet bewezen worden. En toen Johan de Witt op 20 augustus 1672 zijn broer op kwam halen uit de gevangenis, verzamelde een boze menigte zich buiten de poorten. Die poort staat er nog altijd, precies naast het binnenhof. Er waren in Den Haag pamfletten verspreid, waarin opgeroepen werd de broers de Witt te vermoorden. Het volk was, in de woorden van schrijvers uit die tijd, volkomen redeloos. Ze wilden bloed zien. Dit pleintje is het zogenaamde Groene Zootje. Hier werden eeuwenlang misdadigers berecht en ter dood gebracht. De dolgedraaide menigte kwam niet zomaar de gevangenis binnen. Een korps schutters arriveerde, ze schoten met hun geweren zelfs op de deur, maar dat had geen effect. De stevige toegangspoort kregen de aanvallers niet zomaar geopend. Een van de aanvallers, Hendrik Vernoef, ja, we kennen hem bijnaam, haalde toen mokers op uit een werkplaats in de buurt. En de bewakers, die met de dood bedreigd werden, openden in paniek de deur, toen de menigte met die zware hamers begonnen te beuken. En in deze kamer zaten de broers de Witt te wachten totdat de bloeddorstige menigte hen kwam halen. In die hoek, misschien in dat bed. Er zijn schilderijen van gemaakt, maar nu dat ik hier ben, je hoort alles om je heen hier. De mensen lopen. Ik kan me niet voorstellen hoe angstig het geweest moet zijn om hier in deze kamer te wachten, in feite op je dood. De broers werden met veel geweld naar buiten gesleurd. Ze moeten geweten hebben wat er kwam en riepen elkaar een vaarwel toe. Cornelis werd doodgeslagen met de kolven van talloze geweren van het lokale schuttersgilde. Johan kwam iets verder toen hij door het hoofd geschoten werd door een marineofficier die we ook bij naam kennen, Maarten van Valen. Zijn lichaam en het lichaam van zijn broer Cornelis zouden gruwelijk verminkt worden en opgehangen worden aan palen, zodat iedereen ze kon zien hangen. De leden van het schuttersgilde die mee hadden gedaan met de moordpartij trokken weg en lieten de lijken aan het volk over. Tenen, vingers, duimen, oren, neuzen, lippen en tongen en handen werden allemaal afgesneden als een soort van gruwelijke souvenirs. Hier in het Haags Historisch Museum hebben ze een bijzondere en akelige herinnering aan de moord op de gebroeders de Witt. Hier liggen de tong van Johan de Witt en het vingerkootje van Cornelis de Witt. Johan de Witt was dood. En het einde van het rampjaar 1672, dat was nog niet in zicht.